werkelijke reden van zijn bezoek. Hij ging een bewijsstuk halen van de moord op Leentje. Hij wist, hij zei tegen ons dat hij de dader wist, dus dat was dan die Victor Zoulers. Zoulers rijdt voor en uit naar de plek waar volgens Van O een hobbit zal verschijnen. Voor de seance moet hij zijn auto op een bepaalde plek zetten. Ik begin alvast een beetje in het plaatskomp, begin om een paar bordjes te drinken. En trok op iets die operatiehandschoen aan, hè. Die trok hij er vast aan. Hè. Dan pakt Van O een aantal papieren. Saulus moet die van de hocus-pocus-specialist betasten, in een envelop doen en dichtlikken. Dus zeg ik tegen hem, mag je die brief lezen? Nee, je mag die brief niet lezen. Ja. Toen had hij een touw. Hij had uit zijn tas weg. Dan moest ik, met dat touw moest ik dus helemaal losmaken, wel. Op en neer, wel. En toen zei hij tegen mij, ga maar helemaal op de rug liggen. En je moet je goed ontspannen. En altijd terug, hè? Dan lig ik zo hier zo. Oh, helemaal ontspannen. Heb je dan een hobbit ook zo? Ja, ik krijg je hobbit van mij. Ja. Nee, wat ben je nou aan het doen? Ben je soms aan het trekken of zo? Word je mee zo'n wurgen of zo? Van O laat Saulus dan alleen en loopt naar zijn vriend Joop. En toen zag ik dat die wagen verplaatst was van de ene kant naar de andere kant. En daarachter zat Victor Saulus. Maar ik kreeg ergens mee met die jongen. Ik zei hem gezegd, nou, je hebt nou die brieven en ga mee en ga naar de politie toe, levert ze af. Die zou ons goed bewezen. Maar de meester magier gaat terug naar Saulus en zegt... Die hobbit moet bloed hebben. Ja. Hij wilde met alle geweld de kaboutertjes zien. Toen heb ik gezegd, dan moet je 7 druppels bloed offeren. En dan komen ze. Want dat durf ik niet. Ik zei, nou, dan zal ik een sneetje in je pols maken. En toen heb ik dus een sneetje in zijn pols gemaakt. Een klein sneetje. Toen pak hij zijn stellingmes. Een paar krasjes. Maar dat was niet voldoende genoeg. Toen vroeg je aan een grote mes. Maar de mes had ik bij mij. Heb ik aan hem gegeven. Ja? Toen zei ik, wist ervoor, ze snijdt niet al te diep. Voor een hobbit, hè. Van O vlucht naar de auto en rijdt met Joop weg. Saulus overleeft de aanslag en ontdekt in zijn auto de brief die hij van O moest dichtlikken zonder hem te lezen. Nou, ik heb hem meteen opengemaakt, even ingekeken. Hey, verdomme, waar is dat nou weer? Daar klopt toch geen bal van? In die brief staat, ik, Victor Saulus, verklaard te hebben doodgemaakt Leentje Tevano. En, ik heb veel spijt van alles, maar ik wil niet naar de gevangenis. Daarom doe ik deze brief sturen en maak eind aan alles. Groeten, Victor Saulus. Saulus schakelt de politie in, die al snel bij Van O uitkomt. De magier bekent dat niet Saulus, maar hij op de typemachine de zelfmoordbrief heeft geschreven. Hij ziet zijn illusie in rook opgaan en wordt veroordeeld tot 7,5 jaar. Waarom pleegde Van O de aanslag, terwijl hij notabene vrijgesproken was van de moord op zijn vrouw? Door dat hele gesodemiete van die kinderbescherming en het feit dat ik mijn kinderen maar niet terugkreeg. En de overtuiging dat Saulus dus Leentje wat had aangedaan. Hij wilde ik, kost wat kost, de politie op zijn spoor zetten. Het Openbaar Ministerie eiste afgelopen woensdag in hoger beroep voor allebei de zaken samen 11 jaar. Meester Hiddema, de advocaat van O, heeft andere wensen. Een vrijspraak in de eerste zaak, dat wil zeggen dat ik niet bewezen oordeel dat hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht. En vervolgens wil ik een veroordeling in de tweede zaak, vanwege zware mishandeling, maar niet poging tot moord. Want, zegt Hiddema, Van O heeft nooit de bedoeling gehad om Saulus om te brengen. 25 januari, dan zullen we het weten, want dan is de uitspraak.